Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shop blog voor je. Ik ben de afgelopen tijd 2 keer bij de Action geweest en heb daar weer wat leuke spullen gekocht. En ik ga je dus gewoon in deze video laten zien wat ik bij de Action heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes van de bezoekjes aan de Action, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd weer in beeld te vinden zijn. En ik begin even met een heel erg handig toeltje. Dit is een multi-cleaning brush. Deze verwijdert vuil en stof. Dit is dus heel handig voor je apparaten. Op de achterkant hebben ze wat dingen laten zien waar je het voor kunt gebruiken. Het is dus heel handig om de randjes van je telefoon schoon te maken. En ik denk ook dat je wel dat dit stukje, zeg maar... Dat is open natuurlijk, waar je oplader in gaat. Ik denk dat je dat ook schoon kunt maken. Sommige mensen hebben daar zo'n ander dingetje op zitten. Zo'n zo'n soort dekseltje, maar ik heb dat niet. En je kunt hier ook je AirPods mee schoonmaken. En dat vond ik echt ideaal, want die worden nog best wel vies. Dus een heel handig borsteltje die je echt voor vele doeleinden kunt gebruiken. Dus dat is die. Ik ga wel een beetje graven, want het is best wel veel. Ik heb wat dingen gekocht voor een DIY-project. Ik heb allereerst deze 2 mini-egeltjes met canvasdoekje gekocht. Ik ga nog niet vertellen wat ik hiermee van plan ben. Maar mocht je geabonneerd zijn op mijn kanaal, ga je dat zeker in een van mijn vlogs zien. Maar die heb ik in ieder geval gekocht voor een DIY-project. Je krijgt dus 2 van die mini-ezeltjes zitten er in 1 verpakking. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus die. Ook heb ik gekocht transfer paper. Dit is van dat papier en hiermee kun je zelf t-shirts maken. Je krijgt 4 papiertjes voor een licht shirt. En je krijgt 1 papier voor een donker shirt. Je kunt dus als ik het goed heb. Maar ook dit ga ik nog wel in een van de vlogs uitproberen. Kun je dus een afbeelding printen. Die kun je dan met behulp van dit papier op een t-shirt strijken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat werken. Ik heb ooit alles, wilde ik dit alles een keer met Nathalie gaan doen. Dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Maar ik ga het dus nu een keertje proberen. Dus dat papier. Dan heb ik nog 2 dingen voor een DIY project. En dan heb ik allereerst deze poppetjes. Dit zijn van die houten poppetjes. Hier ga ik verder ook nog niet te veel over uitweiden. Want het komt in een van de vlogs nog terug. Maar ik heb dus de grote poppetjes gekocht. En ik heb ook een setje met de kleine poppetjes. Ik geloof dat er hier meer in zit. Er staat niet precies op hoeveel er hier in zitten. Het lijken er echt wel een stuk of 20. En van de grote zitten er dan 10 in. Dus de poppetjes. Het is eventjes een beetje graven, jongens. Want het is een beetje lastig. Ik ga even dit pakken. Ik heb 2 dingetjes gekocht voor de Pasen namelijk. Dat heb ik even op papier gedaan. Ik heb dit haasje in een eiendopje. Hij houdt zeg maar de pootjes voor zijn oogjes. Je had deze in verschillende kleuren, maar ik hou dan van roze. Het is tenslotte over niet al te lange tijd alweer Pasen. Ik maak weer zo'n paasdressoir. Ik vond deze wel heel erg leuk te opstaan. Dus die vond ik er wel heel leuk uitzien. Ik ga hem gelijk even terugstoppen in het papier. Want ze zijn natuurlijk breekbaar. Dus die. En ik heb dan ook nog dit roze haasje gekocht. Dat vond ik ook wel leuk om daarbij neer te zetten. Die had je ook in verschillende kleuren. Maar ik dacht, ja, nu heb je nog wat van die paasdingetjes. Tegen de tijd dat het misschien echt weer tegen Pasen aanloopt, dan is het vaak heel snel uitverkocht. Dus ik dacht, ik ga het gewoon alvast pas meenemen, want nu is het er. Het is weer leuk voor de paastafel straks. Of paasdressoir, moet ik zeggen. Dan heb ik een item gekocht wat niet van mij is. Maar mijn moeder die wilde heel graag een lampje hebben van Peppa Pig voor op het slaapkamertje van Lente. Dus hij is dus voor Lieve Lente. Voorbij mijn moeder. Mijn moeder kon ze niet vinden. Dus ik zei, oh ik kijk wel eventjes. En dat is dus dit hele schattige lampje. Ze gaan als het goed is op batterijen. Er moeten 3 AAA batterijen in. Zitten die er eigenlijk bij? Nee, die zitten er niet bij. Die moet je zelf indoen.
En dan kun je gewoon, oh, hij heeft ook color changing, zie ik aan de zijkant. En die kun je gewoon aandrukken. En ja, dat was wel heel grappig. Ik kon ze ook niet vinden hoor in de winkels. Ik had het gevraagd en ze wist eigenlijk helemaal niet wat ik bedoelde. Toen heb ik later aan iemand anders gevraagd. Die wist het wel. Toen zei ze, ja, we hebben er niet zo heel veel meer. Er stond echt nog één Peppa. Dus ik heb de Peppa variant meegenomen voor Lente. Dus eigenlijk voorbij mijn moeder. Dus die gaat naar mijn moeder toe voor op het slaapkamertje van Lente. Dus, maar wel hele leuke lampjes voor als je een klein kindje hebt. Ik vind het wel raar. Die staat echt op. Er staat een blaadje op. Van 0 tot 3 en er staat dan een streep door. Maar juist die kindjes van die leeftijd vinden Peppa Pig leuk. En Lente blijft er toch wel vanaf. Want ze heeft hem thuis ook. Dus een lampje. Dan heb ik nog een Big Shirt gekocht. Ik vind die dingen gewoon heel erg lekker zitten. S'avonds na het douchen. En ik merk gewoon die met lange mouwen. Die heb ik gewoon niet zo heel veel. Ik zag er nu nog eentje hangen. Ik heb een emmertje genomen. Ik dacht laat ik hem maar gewoon meenemen. Walk Wild staat erop. Dus deze is het. Je hebt ze altijd in verschillende kleuren. Maar het is wel lekker gewoon omdat deze lange mouwen heeft. En ja, het is natuurlijk toch nog winter. Dus dat is gewoon wel echt ideaal. Dus weer even zo'n big shirt. Ze hadden nu ook shirts. Van die big shirts zonder mouwen. Dat leek me wel lekker ook om in te slapen. Maar die kon ik helaas nog niet vinden. Maar in ieder geval weer eentje met lange mouwen. Dan even een heel basic item. Scheermesjes. Ja, ik heb altijd wel... tegenwoordig de Venus scheermesjes van Gillette. Die werken voor mij momenteel het beste. En ik draag er altijd 6. En ze zijn eigenlijk bij de Action heel betaalbaar. Want ze zijn normaal best wel duur. Maar deze zijn dikke prima. Dus weer even een setje. Ik gooi alles ook zo over hier. Het is een beetje een rotzooitje hierin. Want het is echt een beetje zoeken. Dan heb ik nog 2 van die mandjes gekocht. Er zit een bolletje in. Die kan ik tegelijk mooi uithalen. Want die heb ik natuurlijk weer nodig met editen. 2 van die mandjes dus. Ik had er de laatste keer ook al 2 meegenomen. En ik kwam er toch nog 2 tekort. Dus ik dacht, nou, als ik weer bij de Action kom, dan neem ik ze even mee. Dus 2 van deze opbergmandjes die ik dus gebruik in mijn make-up stash. En die kan ik dan ook mooi gaan gebruiken. Want ik had ze al nodig. Dus dat is ook altijd wel weer heel erg fijn. Dan heb ik nog weer even een face wash van Betty's meegenomen. Er zit aloe vera in. In het begin dacht ik dat mijn huid er niet zo heel goed op ging. Maar nu ik het een poosje gebruik, gaat het eigenlijk heel goed. En ik gebruik dit gewoon eigenlijk dagelijks om mijn gezicht lekker te reinigen onder de douche. Dus die van mij die was alweer bijna op. Dus ik dacht, ik neem gelijk weer eventjes een nieuwe mee. En ik vind hem wel heel fijn en hij is ook heel betaalbaar. En hij is dus helemaal met natuurlijke ingrediënten verder. Dus dat is wel heel fijn. Dan heb ik een aantal nieuwe inkpadjes meegenomen. En het zijn gewoon stempelkussens, maar die hebben een leuke overloop. Dat zijn deze. Dat is gewoon leuk om hier mee te stempelen. En de laatste tijd gebruik ik best wel weer vaak stempelkleuren. Ik vond het gewoon leuk dat deze zo'n speciale overloop hadden. Dus deze met groen. Met blauw. Met geel en oranje. Zwart. En als het goed is moet er ook nog een roze zijn. Maar ik denk dat die onderin de tas nog ergens ligt. Dus die komen we vast zo meteen nog tegen. Die zijn wel heel leuk. Ik ga hem hier liggen. Ik zal eens even kijken of ik hem zie. Misschien wel handig. Ik zie hem al. Dat is wel fijn. Deze hadden ze ook nog. Dus die heb ik meegenomen. Want dat vond ik gewoon weer leuk om mee te knutselen. Dan heb ik een aantal glittermarkers gekocht. Vind ik wel leuk met glittertjes. Zijn op waterbasis en hier kun je hem ook weer leuk mee schilderen, zeg maar. Ik heb allereerst deze. Ze zijn weer van het merk Avec. Ze hebben een bull tip en je moet ze goed schurfvol gebruiken om te activeren en dan... Ja, kun je hier dus weer wat mee doen. Dus misschien is het leuk om hier nog weer een losse video over te zien. Mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, laat het dan zeker even weten in de comments. Maar die. Ik heb ook deze kleur. Deze. Deze. En deze. Dus die zijn ook alweer heel erg leuk. Dan heb ik
Ja, ja, jongens. Ik heb het gedaan. Ik heb vochtvangers gekocht. Deze. Voor in de douche. Mijn douche die staat weer vol schimmel. Het vocht kan er niet echt lekker uit. Toen kreeg ik al een tip van misschien kun je vochtvangers neerzetten. Dus ik heb er 2 gekocht voor in de douche. Er zit als goed is ook al een zakje in. Ik heb verder geen navulling gekocht, maar dat... er zit een zakje bij, dus die ga ik gewoon neerzetten. En dan ben ik benieuwd hoe het dan in de douche gaat. Dus ik ga dat gewoon eens even proberen. Dus in ieder geval eventjes 2 vochtvangers. Dan hebben we dat ook, in ieder geval ook weer geprobeerd. Of dat het werkt, dat zien we dan wel weer. Dan een setje batterijen. Want de batterijen gaan best wel hard bij mij. En koop ik deze ook al bij de Action. Die zijn er ook niet zo heel erg duur. Dus ik dacht, nou, ik neem deze wel weer eventjes mee. Tegenwoordig kun je overal wel batterijen weghalen hoor. Maar ja, ik dacht ik neem deze gewoon even mee. Ik heb hier altijd wel goede ervaringen mee. Dan heb ik een setje met roze blaadjes. Dit zijn roze. Ik heb zelf al witte en rode. Maar roze had ik nog niet. En ik vind het altijd heel erg leuk om dit soort blaadjes te gebruiken bij het maken van mijn foto's voor mijn blog. Ik maakte er best wel veel gebruik van. En ik vond het wel leuk dat ze nu ook roze hadden. Want die had ik dus nog niet. Dus ja, vind ik gewoon altijd leuk als decoratie voor bij mijn foto's. En deze kwamen natuurlijk een beetje uit de Valentijnshoek. Maar ja, ik ga ze dus gewoon gebruiken voor het maken van foto's. Dan heb ik nog een nieuw bakje gekocht voor de katten. Ik had er laatst eentje die is kapot gegaan. Dus ik dacht, nou dan moet ik die even vervangen. Dan kan die weg. En dan heb ik nu weer even dit kleurtje meegenomen. Het is ook een beetje rooi. Het is een iets donkerrode als die ik had. De rode van mij is ook kapot gegaan. Ik dacht, nou dan heb ik in ieder geval weer eventjes een nieuwe. Want ja, ook met dieren moet je gewoon genoeg bakjes hebben, vind ik zelf. Dan heb ik 2 schaaltjes meegenomen. Een zilveren en een gouden. En deze die wil ik ook gaan gebruiken voor het maken van de foto's op mijn, voor mijn blog. Ik vind het altijd leuk om een product hierin te leggen. Het zijn gewoon van die leuke schaaltjes waar je een product in kan leggen. Waar je dan ja, een hele mooie foto mee kunt creëren. Ik vond goud en zilver wel leuk. Ik heb al best wel veel soorten bakjes. Ik heb ook vormpjes van blaadjes en dat soort dingen. Maar deze vond ik wel heel leuk met een hartje. Dus 2 van deze. Die had ze ook alleen in het goud en het zilver. En deze lagen ook weer in de Valentijnshoek. Want ik kon ze eerst helemaal niet vinden. Dan heb ik nog 2 van die oliebottles meegenomen. Ik wil er sowieso eentje gaan gebruiken voor mijn afwasmiddel. Het staat wel gezellig. En voor die andere had ik ook al een idee, maar ik ben het idee eventjes kwijt. Maar dat komt vast nog wel weer terug. Maar ik heb er dus nu eentje met goud. Ik had al een zilveren. Dus deze, die zijn gewoon ideaal. En dus met zwart. Dus die heb ik ook weer eventjes meegenomen. Dan kan ik daar ook weer eventjes een beetje mee verder. Want ik ben wel weer heel erg een beetje met de opruimtour bezig. Met alles om alles weer een beetje netjes te maken. Dus dat is wel leuk. Ik kom hier trouwens nog zo'n glittermarker tegen in deze kleur. Dus die zat er ook nog in. Dan heb ik nog zo'n setje met van die nail wraps meegenomen. Ze hadden nu nieuwe. Er komt hier nog een video van online waarin ik ze ook echt daadwerkelijk ga proberen. Maar ze hadden ze nu ook met zebra patroon. Dus deze. Ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Het schijnt heel makkelijk te zijn. Maar er is gevraagd of ik hier een losse video van wil opnemen. Dus die komt er nog een keertje aan. Deze. Dat is met paars en glitter. Vond ik ook wel heel erg leuk. En deze een beetje met sterretjes. Dus die vond ik ook wel super leuk. Dus die heb ik ook weer eventjes meegenomen. Dan heb ik ook nieuwe stempelkussentjes van Decotijn meegenomen. Die zitten dus in een blikje. Ik heb 3 blikjes. Er zitten 12 inkpads in. Ze zijn op waterbasis. Ook hier kun je weer mee verven. Er zijn in totaal 4 setjes. Maar ik kon er dus maar 3 vinden. Dus ik hoop dat ik die 4e nog een keer vind. Maar kijk, zo ziet het er dan uit. En hier zitten dan de stempelkussentjes in. Dus ik heb de gele variant. Met groen heb ik hem. En met roze. En er is dus ook nog een paarse. Maar die paarse die heb ik nog niet kunnen vinden. Dus daar ben ik nog naar op zoek. Dus ik hoop dat ik die ook nog kan toevoegen. Maar dat vind ik wel super leuk om weer te gaan gebruiken ook. Dan heb ik een setje met
potloodjes. Dat zijn eigenlijk make-up pencils. Je kunt ze dus voor verschillende. Je kunt ze voor je lippen gebruiken, maar ook voor je ogen. Daar heb ik laatst oogpotloden getest van de Action. Die vond ik echt super fijn. Dus ik zag nu deze nieuwe kleurtje. Dat is wel leuk dat je ze ook voor je lippen kunt gebruiken. Er zit ook goud in en wit. Dat vond ik wel heel leuk. Dit zijn meer multi make-up pencils. Dus eigenlijk voor meerdere doeleinden. Maar ik vond ze wel heel erg leuk. Dus ik dacht, die ga ik in ieder geval ook eventjes meenemen om te proberen. Ook heb ik nog een setje met gekleurde eyeliners. Dit zijn andere kleurtjes als die ik had. Het is een beetje rood, blauw, groen en paarsachtig. Ik vind het zelf wel heel erg leuk om een beetje te experimenteren hiermee. De kleuren heten Loved, Girl Boss, Powerful en Enchanted. Dus vond ik wel heel erg leuk om hier ook wat mee te gaan proberen te maken. Dus ja, ik vind het altijd wel gezellig. Dan heb ik eventjes kijken, een set met nieuwe lipsticks. Ze hadden nieuwe lipstiften bij de Action en die komen tegenwoordig in deze boxen. Het zijn dus weer allemaal nieuwe kleurtjes. De namen staan er ook onder en ik vind deze lipsticks best wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Je krijgt Lover, Sweetheart, Eye Candy, Tink Pink, The One en Total Flirt. 6 kleuren in deze mooie box. Dus dit zijn ook weer allemaal nieuwe kleurtjes. Dus deze hebben nooit in andere boxen gezeten. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat ze ze tegenwoordig zo verpakken. Dus hier ben ik ook wel heel erg blij mee. En natuurlijk ook benieuwd naar hoe deze zullen bevallen. Dan heb ik een setje gekocht. Dit is van Anton Pieck. Hier zag ik al heel veel van langskomen op zo'n pagina. Daar ben ik bekend van, ben ik lid van. En daar waren al heel veel mensen mee bezig. Dit is dus een kleurboek. Je hebt hier 32 nostalgische platen, krijg je hier. En die kun je dus zelf inkleuren. Even kijken hoor. Even kijken hoe ik dat het beste kan laten zien. Kijk, je hebt dan hier bijvoorbeeld de plaat. Hoe hij origineel is ingekleurd. Van Anton Pieck. En dan is het aan jou om deze plaat zelf in te kleuren. Je krijgt hem dan in het groot en dan kun je dus zelf je vorm eraan geven hoe jij hem in wilt kleuren. Dat is natuurlijk wel super leuk. Het is een heel nieuw concept. Het kost echt heel weinig, maar het is wel super leuk. En daar horen dus ook bij passende potloden bij. Die zitten dan in zo'n doosje. Ik heb hem op de achterkant. En hiermee kun je dus dan die platen inkleuren. Ik weet niet of deze potloden nog weer anders zijn dan andere potloden die ze verkopen. Maar ik dacht, het is een set die bij elkaar hoort. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Ik krijg 18 potloden. Dus ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Dus het is eigenlijk een setje wat bij elkaar hoort. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen potloden gebruiken. Maar omdat het eigenlijk allebei heel weinig kostte, dacht ik, laat ik dan ook de set maar compleet meenemen. Dat is dan wel zo makkelijk. Dan heb ik nog een nieuw oogschaduwpaletje van Fab Factory meegenomen. Ik ben dol op deze oogschaduwtjes en dat is dan deze. Met weer hele nieuwe kleurtjes in. Superleuk. Ik heb al wel een roze, maar die heeft hele andere kleuren als deze. Dus dat is wel superleuk. Dus die ga ik ook weer lekker proberen. En de klapper die ik eindelijk heb gevonden is het Let's Party Eyeshadow Palette. Dat is dus deze. Deze is dus van Max & More. Er zijn de laatste tijd zoveel van deze oogschaduwpalettes aangekondigd. Maar je kunt ze bijna niet vinden. Want ze liggen gewoon nog amper in de winkel. Deze Let's Party is dus de nieuwste die er momenteel ligt. En die ziet er dus zo uit. Met hele mooie kleuren. Ik vind eigenlijk een palette die met de feestdagen heel leuk was geweest. Maar toen was hij er nog niet. Maar dat is dus de nieuwste in de collectie. Ik ben heel blij dat ze hem eindelijk hadden. Toen ik hem eindelijk zag, dacht ik, oh yes, hij ging gelijk in het mandje. Super mooie paletten. Ik verzamel deze paletten ook van de Action. Dus ik ben hier ook heel erg blij mee dat ze hem nu eindelijk hadden. Want ik was al heel lang naar op zoek. En dan heb ik ook nog een Air Freshener in de geur Flowers meegenomen. Want ik vind het lekker om deze dingen in huis aan te hebben. En ik vind het gewoon lekker om een lekker geurtje te verspreiden. Dus ik dacht, ik neem er weer even eentje mee. Dat is nu met de Flowers. Die ruikt al heel lekker. Die heb ik al eerder gehad. Die vond ik echt fantastisch. Dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Ik ben er weer heel blij mee. Ik vind het leuk om de spullen weer te gaan proberen. Gewoon fijn om weer wat
ja, nieuwe dingen te hebben. En heb ik al gelijk wat meer inspiratie voor video's straks. Ik ben ook blij met de spulletjes die ik heb gekocht voor de foto's bijvoorbeeld. Ja, ik vind eigenlijk gewoon alles super leuk wat ik weer heb gekocht. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij het leukste vindt wat ik heb gekocht. Of dat je misschien ergens benieuwd naar bent. Of dat je zelf ergens voor naar de action zou willen. Laat het zeker dan eventjes weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je die melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!